Op 16 maart om iets voor 1:30 kreeg de brandweer een melding van een schoorsteenbrand op de Carina in Veldhoven. De bewoner was op het moment van de brand niet aanwezig. Toen de brandweer arriveerde, kwam de bewoner net thuis, welke waarschijnlijk de kinderen van school ging halen. Zo kon worden voorkomen dat de brandweer de deur moest forceren. Bij binnenkomst bleek het echter niet te gaan om een schoorsteenbrand, maar om een te hard gestookte haard met nat hout. Dit veroorzaakte veel rook, waarop de brandweer was gealarmeerd.